Ja, inderdaad, dat was een goal dat we zeker moesten vermijden. We moesten proberen om zo lang mogelijk die nul te houden. Dat is niet gelukt. We hebben dan geprobeerd om te herstellen. 2-0 kwam ook redelijk snel. Maar daarna hebben we toch wel even heel lang stand kunnen houden. Ja, ik denk dat we op die moment niet scherp starten. Dat we geen communicatie hebben op onze linkerflank. En dat we dan heel snel die 1-0 tegenkrijgen. We dekken ook in die fase niet te goed door. Er zijn heel veel fouten die aan de goal vooraf gaan. Het is spijtig dat je met een 1-0 achterstand tegen een heel goede tegenstander moet beginnen. En we proberen daarna nog te herstellen. En ik denk dat we even het evenwicht konden herstellen ook. Maar dan krijgen we spijtig genoeg in de kluts, vind ik, die tweede goal ook nog tegen. En dan weet je dat het heel moeilijk wordt tegen zo'n tegenstander. Leuk, iets minder, denk ik. Allee, ik vond het zelf om te spelen niet zo leuk. Ik denk dat tegen matchen tegen Gent, zoals vorige week, ik vind dat veel leuker persoonlijk. Maar we hebben dat goed aangepakt en we hebben goed gevoetbald. Met momenten iets minder. Eerste kwartier, tweede helft was niet zo goed. Maar ik denk dat de job gedaan is als je 4-0 wint. Ja, het is een zeer goede match voor mij, alleen verlopen. En ja, twee goals gescoord. Morgen beginnen is altijd leuk.